Nou, we hebben een eindje gereden, maar we staan nu in het mooie Casterlee. Ja. Nou, dit is wel een hele grote knaap. Misschien zie je de hoektanden, want daar komen we eigenlijk voor, hè? Ja, die zit al te wrijven tegen zijn wang aan. Ik ben de eigenaar van de... Ja. En hoe lang heeft hij ze nu? Nu heb ik ze 3 jaar. 3 jaar. En ja. Hoe groot waren ze toen u ze kreeg? Kleine biggen. Toen waren ze een half jaar, denk ik. Half jaar, ja. En die zitten buiten, die hebben een heel groot terrein. Ja. Maar ik heb ze gisteravond binnengezet omdat ik anders niet kan controleren dat ze nog eten. Omdat ze nee. Op het moment leven ze van eikels en groen. Ja. Dus dat was niet moeilijk. Hè? Ik zal je vertellen wat we gaan doen. Ik ga ze zo een prik geven dat ze wat rustiger worden. Nou, en dan gaan we de hoektanden eraf halen, denk ik. Inkorten, als we een draadzaag afzagen. Er zitten serieuze hoektanden aan, ja. En dan krijgen ze ook nog een injectie tegen vlekziekte en Dectomax. Even de klauwtjes controleren. Ja. Nou, dan komt het helemaal goed. Hier staan we bij het varken, Lucky. We hebben hem net verdoofd. En ik schat deze nog wel op 250 kilo. En deze grote, die wil niet zo hard. Die schat ik wel op bijna richting 300. Die is echt... met deze slagtanden wil je niet gebeten worden. En die heeft echt een enorm gebit. Behoorlijk scherpe punten. Als ze onderling ruzie hebben, dan gaat het ook niet zo goed met ze. Die zijn levensgevaarlijk. Die gaan we zo meteen afzagen. Zo. Nou. Gaan we zagen. Zo, dat is hij dan. Serieus hoektandje. Dan gaan we de dremel even de scherpe puntjes eraf halen. Dan kunnen we hem omdraaien en dan kan de andere kant gedaan worden. Nou, de puntjes zijn er een beetje af nu. Ja. Zo, mooi, dat is de ene kant. Zo. We hebben hem even omgerold, dat is een heel klusje. Wat een jetser zeg. Hehe. Nou, gaan we even een vaccinatie geven tegen vlekziekte. Die hup, zo. Dat vindt hij niet zo'n goed idee. Hij houdt niet van prikken, dit varkentje. Nee. Is hij eerder behandeld door de dierenarts? Ja. Hij krijgt even. Dit is een dikke prik, hè? Ja. Dit is een Dectomax tegen schurft en wormen. Mocht je nou morgen wormen zien, ik moet even zeggen, dan stuur ik nog een. Ontworming op per post.